Goed. Nou, we gaan proberen te verslepen. Even een decor maken, hè? Ja. Even een echt decor maken. Even druk eens wat de muur heen. Dus even zien. Ja. Oh, kijk uit. Oké. Dat ging wel verkeerd, maar... God, wat is dat? Catastrofaal. Dus... Kun je niet wat kleiner schilderen, Rinus? Je kan natuurlijk kleiner schilderen, maar je moet vragen, kun je groter schilderen, Rinus? Kleiner kan ik schilderen, maar ik heb zelfs een tijdje overwogen om er nog één te nemen. Want mij spreken deze formaten erg aan, maar één keertje. Ja, nou, ik geloof dat hij hier nu... Hij begint iets merkwaardigs te vertonen. Hij staat iets te schuin daar. Hij moet ietsje rechter. Eerst hadden we het plan om min of meer in een van de schilderijen van Rinus van der Bos te gaan zitten. Ik dacht, misschien helpt dat om zijn werk beter en sneller te begrijpen. Onzin natuurlijk. En bovendien gaat dit programma vooral over het boek dat van deze Haagse kunstenaar onlangs is verschenen. Een prachtig boek. Aidenai heet het en dat betekent weten dat door zien ontstaat. Vanaf 1960 werkt Rinus van der Bos als zelfstandig kunstenaar en geeft hij les aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten en de Sint-Joost Academie in Breda. Sinds 1974 maakt hij eigenlijk nog maar één schilderij. Een schilderij dat geen voorstelling meer bevat, maar een voorstel is. Het boek Aidenai begint ermee en na 365 tekeningen begrijp je het wellicht. Het weten dat door zien ontstaat. Rinus van der Bos, Aidenai. 365 tekeningen, ontwerpen, gemengde technieken, schilderijen, foto's, voorstellen van 1943 tot en met 1983. Dat is de volledige titel van je boek. Hoe ben je op het idee gekomen om dat boek te maken, te willen maken? Ja, dat is als volgt gegaan. Ik ben in eind jaren 70, 78, kwam ik wat van die tekeningen weer tegen, omdat ik altijd wel eens een krabbeltje maak. Dacht ik, goh, wat leuk om daar een boekje van samen te stellen. En daar ben ik heel langzaam mee begonnen. Ik heb wat kopietjes gemaakt. En vanuit het een kon volgt het andere. Dat groeide steeds maar groeide uit. En van de ene beslissing volgde dus het andere. Er kwamen tekeningen achter, er kwamen nieuwe ideeën bij. En daardoor wordt een boek steeds dikker. Ik begin met een schilderij, wat een voorstel wil zijn. Wat niet een... Een schilderij is natuurlijk ook een heel breed begrip geworden wat een schilderij is. Je kan schilderijen... Er zijn mensen die bij een schilderij een verwachting hebben. Ja. En dat gaat hier niet voor op. Dit schilderij moet je eigenlijk zelf maken als je het ziet. Het feit dat je naast die monochroom een kindertekening hebt gezet, hè? Ik heb die tekening natuurlijk... Die betekende veel voor mij. Dat is een soldaatje. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik die tekening gemaakt heb. Ik was 5 jaar en... Ik had iets meegemaakt gewoon. Ik had iets meegemaakt. Ik had iets... Ja, het was iets ontstaan. En een soort identificatie. Je identificeert je ineens aan iets. Een ander heeft dat met lezen, een ander heeft dat met iets heel anders. Ja. Maar voor mij is het... Ik dacht met tekenen begonnen, maar ik ben daar onlangs toch nog even aan gaan twijfelen of ik nou wel begonnen ben met over mezelf te denken of dat met tekenen te maken had. Want in datzelfde jaar had ik dubbele middeloorontsteking. En nu weet ik nog, dan denk ik, ja, zou het kunnen zijn dat die dubbele middeloorontsteking er iets mee te maken heeft, misschien? Waardoor ben ik er gekomen? Waardoor heb ik me kunnen identificeren? Ik weet wel dat die pijn in de jaren, in de oorlog, dat het afschuwelijk was. Ja. Is het boek te beschouwen als een soort beeldverhaal of een autobiografie? Ja, gedeeltelijk is het autobiografisch. Er zijn dingen waar het zeker gaat over dingen die ik beleefd heb. Maar dat kan natuurlijk niet van die kindertekeningen gezegd worden. Dat zijn gewoon een beetje fantasieën. Ik ben een van de 1000 potentiële
gelukkige bezitters van het boek Eidenai van Rinus van den Bos. Groter is de oplage niet. Ik heb het nu een maand of twee in huis. En elke dag blader ik het wel een keer door, dit kunstwerk in boekvorm. Want dat is het. En ik vind het zo uniek. Ik ken geen tweede boek. Geen tweede tekenboek op deze manier in Nederland gemaakt. Ik wil niet kunsthistorisch erover gaan praten of het een beetje in een stijl plaatsen. Dat kan ik helemaal niet. Ik kan alleen met grote schokken van herkenning bepaalde Haagse situaties tegenkomen. Vooral Hagenaars zal het moeten aanspreken. Dit soort situaties. De Haagse straatlantaarns waarbij die lamp hangt te zwiepen aan zo'n krankzinnig lange draad in de nacht. Het wonderlijke vind ik dat je moet lachen om tekeningen die geen cartoons zijn. De grap is niet opzettelijk. De grappen zijn zo subtiel. En je ziet dat Van den Bos met name zoveel stijlen die we pas later zijn gaan kennen al in de jaren 60 bedreef en ze dan weer losliet. En het spannende vind ik zijn versimpeling waar hij naar één lijn toe gaat en de kunstenaar zich lijkt af te vragen wat er nog leuk aan één lijn is. Hier is dat nog niet zo, maar zo heb ik zwemmen, zoals de tekening heet, nog nooit zien uitgedrukt. Zo raak. Ik heb er een paar papiertjes bij gestoken. Het zijn 365 bladen, niet voor niks. Dit noemt hij, als ik me niet vergis, utensils for which the functions are not yet invented. Een prachtige gereedschappen. Dit noemt hij voorjaarskoopavond of avondverkoop. Daar wil ik vanaf zijn. Ik geloof voorjaarskoopavond, ja. En Hagenaars kennen dat ook. Dit is, en vraag me niet waarom, maar dit is de voorjaarskoopavond. Hier, ja, ik moet daarom lachen. Niet hardop, maar met een heel tevreden en gelukkig gevoel. Kan ik hier wel een minuut of 10 boven zitten glimmen. Boven twee van die pagina's. En dan denk je, wat is het toch eenvoudig. Maar als ik nou probeer om een lijn net zo los te maken. Hij noemt dit voorstel tot een tekening. Lijn met vier punten en daar is dan de tekening. Kijk, dit is het. Dit is het dus niet, hè. Maar dit is het. Ik kan dat niet beschrijven. Ik vind het zo uniek. Hier. Bijna Steinberg-achtig idee. Dan is ook het vervelende dat je namen gaat noemen waarmee je hem zou willen vergelijken. Terwijl Van den Bos niet te vergelijken is, volgens mij. Maar hier kan ik ook heel lang over nadenken. Zit de hele pagina aan het handvat vast? Zit de lijn aan het handvat vast? Of zit het handvat aan de lijn vast? Ik raak er niet op uitgekeken en als de zaak hier in brand gaat, dan neem ik Eidena in ieder geval mee naar buiten. Dus hier is je kindertekening weer terug, maar dan uitvergroot. Ja, ja, klopt. En daartegenover een meisjeskopje. Ja, dat klopt. Het was een heel bijzonder meisje in ieder geval. Niet omdat ik daarvan hield, ze maakte mij een buitengewoon indruk. Maar ik was heel verliefd. Maar ik was een bepaald onhandig daartegenover. En mijn onhandigheid, die ik later wel afgeleerd heb, die heeft me persoonlijk. Ik denk, zoals ik haar benaderd heb, dat was eigenlijk het kind toen hij 5 jaar was. Dus ik heb toen mijn echt positie weer op willen zoeken. Ik heb die tekening vergroot. En dan volgt dat beeldverhaal van die eerste liefde. Ja, zo kun je het noemen, ja. Ja. Eerste liefde. Van wie is dat alweer? Een mooi verhaal. Asja. Rus, ja. Lang geleden. En dat wordt steeds afgewisseld door abstracties, kun je zeggen. Hè? Ja, die tekeningen zijn dus uit de jaren 61, 62. En dat verhaal wat ik erin heb gestopt, dat speelde zich af in 58. Ja. En natuurlijk zijn die tekeningen niet helemaal op het verhaal, maar door de rangschikking die ik gemaakt heb, is dat verhaal op de een of andere manier voor mijn gevoel wel geïllustreerd. Alleen in beelden uitgevoerd. En niet, er staat dus geen tekst onder. Uh-huh. Het wordt louter in beelden verklaard.
beschouw je het als een soort roman, Eidenaar? Nee, zeker niet. Nee, dat is niet het geval. Alleen in dit stukje is er iets autobiografisch aan de hand. Het Eidenaar, dat leert alleen zien. Dat is althans een poging ervan. Melange-olie. Het behang hangt zwaar als lood. Het betingel houdt zijn last met laatste nagels vast. Het klokje aan de muur is dood. Er ligt een haarborstel op de kast. Waarom deze voorwerpen zijn gebleven met de stille kamer in dit lied? Niet omdat je niet bleef leven, maar het regent en je weet het niet. Begin jaren 60? Nou, het zal half 60 zijn, 64 kan ook zijn. Het staat gedateerd, ik heb het opgezocht. En, zal ik even kijken? Dat is goed. Ik heb dat zeggen. Was dat oogt als een beetje een sombere tijd voor je? Of, Dit oogt als een sombere tijd? Ja. Oh, Hollands interieur. Klopt. Dus je zocht via de Heinz Kippensoep zocht je daar je weg uit. Nou, dat inderdaad, bij Heinz Kippensoep op bladzijde 122... daar krijg je helemaal niet met zo'n dramatische tijd te maken. Maar donderdag, februari 1964. En dat plaatst ook een beetje het schilderij waarschijnlijk heel juist. Ja. Er gaat wellicht royaal kip in, maar ook vleugje mannenvoerie. Het is een vorm van vroege pop. Of althans, Nederlandse pop. Dus niet zo vroeg. Ik heb het na dat autobiografische verhaal van over die eerste liefde, heb ik dat ook ingeplaatst om een ander beeld van me te geven, dat ik niet alleen ingesteld was op die soort poëzie, maar dat deze poëzie, dat ontging me niet. Nee. Mensen met een oorspronkelijke en onafhankelijke mening zijn zeldzaam. Ik word altijd getroffen door zo iemand. Ik bedoel overigens niet een mening die een reactie is op wat er zoal in de wereld gebeurt. Een moraliserende mening. De blokkers en grijzen. De bedweters en nieuwe dominees. Ik houd van de eenpersoonsmening. De individualist. De heer Van den Bos is zo iemand. Als ik zijn getekend boek bekijk, word ik mij op bijna iedere pagina daarvan bewust. Zijn gevoel voor absurditeit, zijn lust en erotiek, zijn tirannie, melancholie, poëzie en het relativerende. En vooral het wonderlijk pendelen tussen abstractie en figuratie. Voor mij is vooral dat laatste heel bijzonder. Zo verhalend en illustratief, zo concreet als hij kan worden door figuratie en foto. Zoveel suggestie, lyriek en gebaar is afleesbaar aan de abstracte tekens. Tot hemzelf de subtiliteit daarvan te gortig wordt. Het meest bijzondere aan het boek vind ik de afwisseling tussen de abstracte en figuratieve tekeningen, waardoor hun individuele stemming wordt geprofileerd.
Natuurlijk is het zo dat ze niet helemaal losstaan, omdat er beeldrijm in het boek plaatsvindt. En natuurlijk voorafgaande tekeningen natuurlijk ook van invloed op zijn. Ja. In dit geval is die plaatsing zo geworden, omdat het links dus op het beeld doet een man. Dat, in dit geval is dat een beetje een zelfportret, dat heb ik uitgevoerd. Ik kwam toen thuis en toen stond de maan zo en toen deed ik zo een beetje mee met de maan, het hoofd. En dat kijken op die manier naar de maan en dat lopen en, je kijkt dan naar de rechterkant, dan zie je dat, dat is dus een kleine beweging, dat is een klein gebaar, een kleine nuance in de nacht. En aan de rechterkant zie je strepen waarvan één streep verbonden is met elkaar. En dat is ook een heel klein, een kleine nuance, een klein gebaar. Het gebaar laat zich in zekere zin net zo makkelijk plaatsen als het gebaar wat in de richting van de maan gedaan wordt. Daardoor wordt een wat abstracte werking voor mensen herkenbaar. Rinus, die van 359? Daar zal ik je de lange titel van voorlezen. Dat is als volgt. Scheveningen. Van het uiteenvallend vuurwerk zijn de vonken in donker gezonken. Maar dan, met en tussen, het onverlichte rond mensen. Onder mijn jas, in zak en hart, achteruit naar huis. Ondanks deze sombere tekst, die toch aan het einde plaatsvindt, kent het boek toch een happy end. Dat kan ook niet anders, want ik ben ook met een heel goed, gelukkig schilderij begonnen. Dat betekent ook dat is ook mijn hoofdwerk. Op de een of andere manier correspondeert het happy end met het hoofdwerk. Wel heeft dat in het happy end nog iets landschappelijk, wat in het schilderij weg is, verdwenen is. Je vindt de lijn op zoek naar zijn plek landschappelijker dan... Ja, dat heeft overeenkomsten met Das Wandern, wat ook in een tekst zit die daarna weer volgt. Meister und Frau Meisterin, lass mich in Frieden weiterziehen. Dat verwijst naar Das Wandern, dat eeuwige zwerven naar de toekomst. Heb je enig idee hoe jouw werk zich verder zal ontwikkelen? Heb je bijvoorbeeld plannen voor een volgend boek? Jazeker, ik zou best nog een boek willen maken. Ja. Maar het zal er wel heel anders uitzien dan deze. Ik hoop dat ik er ooit nog toe kan komen, dat ik het kan realiseren. Ik heb zelden zo'n grillig, ogend en samengesteld boek gezien. De ene tekening naar de andere, een ander klimaat. Dan reageren op wat er te zien is vanuit hemzelf. Dan ideeën die hij in zijn kop heeft. Of gewoon een abstract gebaar. Maar altijd trefzeker getekend. Een kijkboek om door te bladeren. Maar om stil te staan bij elk blad wat je tegenkomt. Stijloos, je valt van het ene moment in het andere. Beelden van stemmingen, soms beschouwelijk, soms politiek geladen, een beetje woedend. Dan illustratief, dan zeer abstract, een lijn of een beweging op het papier. Fijnzinnig meestal, subtiel, geestig en een enkele keer aandoenlijk, melancholisch. Een Haagse ziel, zoals er zelden een heeft rondgelopen. Zo rijk en zo creatief. In een wunderschöne Monat Mai, was alle Knospen sprangen, ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Als alle Vögel sangen, hab ich hier gestanden, mein Sehnen und Verlangen.
Voordat Rinus van den Bos tot zijn voorstel kwam, maakte hij in de jaren 60 en 70 uiterst toegankelijke en directe schilderijen. Overigens naast abstract-expressionistische werken. Deze vrij willekeurige selectie laat niettemin de ontwikkeling zien van de dikke contourlijn via de silhouetvormen en de schaduwschilderijen tot uiteindelijk... Nee, misschien is het beter om toch eerst uit de jaren... Dit is... Nou. Ja, ik heb ze wel eerder gemaakt natuurlijk, maar die heb ik op dit moment niet staan. Dat is een later. Ik heb toen namelijk in de jaren 70 of 69 ben ik overgegaan op het maken van schaduwen, omdat ik dat een fundamentele zaak vond. En het was een fundamenteel realisme. Ik had het realisme, maar het was fundamenteel bezig. Ik heb toen met de schaduw gewerkt. Dit is een schilderij, toen had ik het al een paar jaar gedaan. Ik heb toen nog wat tentoonstellingen mee gehad. En dit is uit 73 en dat is Juliana, prinses Juliana inmiddels. Daar heeft ze voor geposeerd? Ja, daar heeft ze voor geposeerd. Ja. Dat is de echte schaduw. En dat is dan de echte schaduw toen ze nog koningin was natuurlijk. Hè. Nou, hoe heb je dat gedaan? Ik heb niet zoveel gedaan. Het licht heeft het eigenlijk gedaan. Hè. Het licht is daar verantwoordelijk voor. Dus het is heel fundamenteel. Ik werd toen uitgenodigd mee te doen aan de tentoonstelling over Juliana. Toen heb ik gezegd, ja, ik wil meedoen, maar dan heb ik natuurlijk de schaduw van Juliana nodig. Ik kan niet zomaar een schaduw gaan van een foto doen. Het moet echt zijn. Het moet echt zijn. Dat wilde ik nu hebben. Het kon niet minder. Het moest echt de schaduw zijn geweest. Het is geschilderd in de huid. Nou, het is niet daar geschilderd. Iemand heeft mezelf nog geholpen daarbij met het plaatsen en met de lijn trekken. Ik heb niet eens die lijn alleen getrokken. Er was een collega van me. We waren toen met z'n 20 uitgenodigd. En ik heb de voorkant gedaan en hij heeft de achterkant gedaan toen. Want ja, je kan natuurlijk ook niet zo... Je kan zo iemand toch ook niet te lang op zo'n manier laten staan. En bovendien waren dus al die andere collega's aanwezig. En koningin Juliana, hoe reageerde die? Die hebben nooit reacties op gehoord. Dat hoor je niet vaak. Ze hebben nog wel een poging gedaan om het te lenen voor Soestdijk. Maar ja, dat vind ik onzin. Ik verkoop het nog wel eens een keer, hoor. Ik zie dat nog wel weggaan. Ja. Hier heb ik ook nog een schilderij waarin die overgang te zien is. Dat zal heel moeilijk zijn. Want dat is gewoon heel moeilijk te zien. Maar vanuit een bepaalde belichting zien. Dat is zo'n overgangsschilderij, dat heb ik speciaal gemaakt ook nog. Waarin van de schaduwen uit alleen maar de gestreken richting, de verf in een bepaalde richting gestreken is. En daar heb ik die schaduwen mee opgevuld. Maar hier zit nog een mens in vervat en is het dus eigenlijk... Dat was voor mij, op een gegeven moment was dat ook niet meer nodig. Uit het boek Aidenai blijkt dat je heel veel kan, heel veel verschillende mogelijkheden hebt. En toch kies je de laatste 12 of 13 jaar hiervoor. Ja, ja. Daarin vind ik het voorstel, wat dat nu zo genoemd is, het is een voorstel, zo eenvoudig en zo overtuigend in zijn voorstel dat ik niet iets kan maken wat beter is. Ja, maar er zullen toch heel veel mensen zijn die, als ze dit niet begrijpen, zeggen van ja, maar hij kan wel veel beter, kijk maar in dat boek. Ja, maar die hebben dan iets heel anders, die hebben een heel andere verwachting. Die zien iets waar ze iets mee kunnen doen. Maar hier gaat het niet om een voorstelling, maar om een voorstel. En als je naar het schilderij kijkt, dan zie je dat daar binnenin, daar is op twee manieren gestreken. Dat is horizontaal en verticaal is de verf gestreken. Daardoor ontstaat, wel met dezelfde kleur, ontstaat een licht verschil in toon. Het is dezelfde kleur. Ik vind de nuance en de spanning tussen dat verschil het meest belangrijke onderdeel van het schilderij. Daar komt nog bij dat de kleurkeuze een kleur is waar met warme en belangrijker koele kwaliteit is, daarin voel ik mij, daar vind ik mij in thuis, daar voel ik me goed mee. Ik vind dat een voorstel wat geen voorstelling laat zien in waar je kan meegaan, nee. Je kan met dit schilderij beginnen, je kan met dit schilderij een start maken. Je kan hier
Je kan het herkennen, je kan het voldoende vinden. Het maakt op de een of andere manier propaganda voor eenvoud. En het feit dat je die eenvoud aanbiedt in plaats van iets anders, dat is geen provocatie. Nee. Dat is oprecht. Nee, dit. Of ik ben stapelgek, maar het is oprecht. Het is oprecht. Het is echt zo. Dit is. Ik geloof nou, het leven is zo ongekend wonderlijke zaak. Dat ik vind, op grond daarvan, is dit schilderij voldoende. Het is een sleutel om te zien hoe wonderlijk leven is. En er is geen moment wat niet wonderlijk is. Elk moment is volmaakt. Aidenai van Rinus van den Bos is in eigen beheer uitgegeven en verkrijgbaar bij de boekhandel voor 125 gulden. Tot 11 februari wordt in Galerie Fenna de Vries in Rotterdam vroeg en recent werk van Rinus van den Bos geëxposeerd.